Extreem luid en ongelooflijk dichtbij. I love this book. Saffron Four, een van mijn favoriete auteurs. En dit boek is zo mooi. Het gaat over de Twin Towers die naar beneden kwamen. En een 9-jarige Oscar verliest zijn vader daarbij. Maar hij vindt thuis nog een sleutel van die vader. En zijn moeder stuurt hem door heel New York op een zoektocht naar waar komt deze sleutel vandaan. En die zoektocht die helpt hem in dat rouwproces. Komt hij ook nog een oude man tegen die Dresden heeft overleefd. Het is echt een waanzinnig mooi boek. Het mooie is, Oscar is een beetje autistisch. Dus door het boek heen zie je hele vreemde dingen. Je ziet cijfers omcirkeld op een gegeven ogenblik. Je ziet letters in elkaar gaan vallen allemaal. Dus dan kun je het niet meer lezen, omdat het dan één brein in zijn hoofd wordt. Maar helemaal aan het eind, we kennen misschien allemaal de beelden van de mannen, die mensen die nog van de daken van de Twin Towers sprongen. En Oscar wil dat ongedaan maken. En dat doet hij dus met fotootjes die hij in reverse laat lopen. Fantastisch boek, iedereen aan te raden. En je kan het niet droog neerleggen. Love it.